Dus inderdaad. Maar de studie was op een ander punt veel interessanter. Hij vergeleek dan een sample van data van partijen die geen advocaat gebruikten met een sample van partijen die alle twee wel een advocaat gebruikten. Wat denkt u dat daar het resultaat was? Wie deed het daar het best? De groep met of de groep zonder advocaat? Zonder. Wel, uw intuïtie klopt, het was min of meer vergelijkbaar. Maar doordat je natuurlijk moet de transaction costs aftrekken, en de transaction cost hier is de little fees van een advocaat, die zoals u weet niet terecht gratis werkt, kwam je op het net result waarbij de groep zonder advocaat een beter resultaat had. En als je het wel zegt, wat moet een mens nu doen die deze gegevens krijgt? Als je moet in New Jersey nu naar een administrative board gaan. Als je kijkt naar die gegevens, dan zeg je, ja, ik zou beter geen advocaat nemen. Want in die groep zonder advocaat had men een beter resultaat. Maar dan kijkt hij naar die data en dan zegt hij, ja, dat is alleen maar als een ander ook geen advocaat neemt. Dus, zegt hij, als die ander wel een advocaat neemt, dan ben ik een loser. Ik wil geen loser zijn. Dus ik ga een advocaat nemen. Maar die ander denkt dat ook. Dus beide nemen een advocaat. Beide zijn slechter af. En zo zegt Ashenfelter, lawyers, agents of the devil in a prisoner's dilemma. Een klassiek prisoner's dilemma uit de game theory. En hij zegt, eigenlijk betekent dat, en dat geeft toch wel aan, en stof tot nadenken, dat de advocaat in een ambiguë verhouding staat tot zijn cliënt. Want uit die studie blijkt dat een advocaat dus eigenlijk aan value destruction doet voor zijn cliënt. In diezelfde sfeer ligt de bedenking dat die ambiguë verhouding van de advocaat tot zijn cliënt voor een stuk in de perceptie van de cliënt, denk ik, ook wordt gekleurd doordat advocaten soms al te vaak de cliënt benaderen in abstracto. Te veel vanuit een bepaald weten. Ik zal het voor u wel regelen. We gaan het wel oplossen. En vanuit dat abstract redeneren is de cliënt wel centraal, maar welke cliënt? Een cliënt, een amorf wezen. Cliënt is geen amorf wezen natuurlijk, voelt dat ook aan en daar weer een mogelijke spanning in die verhouding. Laatste mogelijke verklaring voor de negatieve perceptie is de advocaat en zijn deontologie. Dit boekje van André Comte-Sponville, een Franse filosoof, heeft mij onvoorstelbaar getroffen. Het is een van de boeken die mij, naast Popper, Open Society en Its Enemies, is dit een boek dat gewoon een permanente herlezer is. En ik raad het u allemaal aan, het is fenomenaal. In dit boek zegt Comte-Sponville onder meer heel mooie dingen over de verhouding tussen beleefdheid en moraal. En hij zegt hoe positief de beleefdheid, de formele regeltjes, de etiketten, ga zitten, doe je mond toe, wees braaf, eigenlijk een positief effect hebben als een voorbode van moraal. Het is alsof je bij een kind door het beleefd te laten zijn, de moraal nabootst. En als ze genoeg nabootst, zullen ze het op de duur wel leren. Dus de formele regels, die in C niet echt een noodzakelijke inhoud hebben, maar die wel vanuit een inhoud van vroeger komen. Negatief is wanneer je te fel doorgaat op die formele regels, dan wordt het de regel om de regel, een vorm zonder inhoud, en dan is de moraal ver weg. En voor een stuk is het bij de advocaat, en trouwens bij elke professional in onze huidige maatschappij, voor een stuk in die richting doorgeslagen. Deontologie, codes, regeltjes, altijd maar meer regeltjes, altijd maar meer regelen in detail, waardoor je de deontologie kunt gebruiken als een excuustruus, waar je kunt achter verschuilen. Als ik de regeltjes volg, dan is het goed, dan heb ik goed gehandeld. Maar regels zonder inhoud vervlakken en de moraal, de ethiek en het echte goede handelen verdwijnt. Regeltjes op de regeltjes leidt uiteindelijk tot niets. En ik vroeg mij af, hoe kun je dan komen tot een echte morele ontwikkeling? De Amerikaanse hoogleraar in de psychologie, Kohler,
Die heeft 6 fases ontdekt in de morele ontwikkeling van een kind. Verder bouwend op Piaget, heeft hij in fenomenale 3 boeken dit uitgewerkt. En ik ga u niet, in mijn tekst ga ik daar vrij uitvoerig op in, er zijn 3 niveaus. Preconventioneel of individueel, conventioneel of sociaal, en postconventioneel of principieel. En in die 3 niveaus zijn er telkens 2 fasen. En bij de 2e fase heb je de moraal van de instrumentele ruilhandel, waarbij je gewoon in relaties tot een ander staat omwille van wat die ander voor jou kan betekenen. What's in it for me? I scratch your back, you scratch mine. Doe goed this. Sommigen plaatsen de advocaat in fase 2. Gaan voor het eigen belang en money in the pocket. Het 2e niveau, 3e en 4e fase, de 4e fase is van een andere aard. Daar gaat men het moreel handelen koppelen aan een sociaal systeem, law and order. Moreel handelen is correcte regels en de waarden van het sociaal systeem volgen. Met wat sympathie kunnen we de advocaat daar plaatsen in zijn morele ontwikkeling. Kohlberg zegt dat een gewone mens, een gemiddelde volwassene, voor het nemen van een morele beslissing meestal in deze modus zit. Fase 4. Het echt morele handelen, daarvoor moet je naar het 3e niveau, het principiële niveau, fase 5 en bij voorkeur fase 6. En dan is natuurlijk de vraag, hoe geraakt de mens in fase 6? De fase van de universele ethische principes. Kohlberg geeft daar heel mooie beschouwingen bij. Hij zegt, en dat is goed nieuws voor ons allemaal, het is een cognitieve ontwikkeling. Je kunt het leren. Je kunt leren moreel zijn. Je kunt leren de ethische principes te internaliseren. Dus als een mens dat kan leren, dan is er ook hoop voor ons advocaat. En dat moet je leren door opvoeding. Door een cognitief proces waarbij je principes inbedt in een maatschappelijke professionele context. En je kunt daarbij verwijzen naar het klassieke boek van Rawls, Theory of Justice, waarbij rechtvaardigheid wordt bekeken vanuit universaliteit, onpartijdigheid en omkeerbaarheid. De golden rule. Iets is goed als het ook nog goed is als je het omdraait en als je jezelf in de plaats zet van een ander. Als je dan kijkt, is het nog goed, dan zal het wellicht goed zijn. Reversibility test. Rawls spreekt over the veil of ignorance. Als we regels maken, dan zetten we ons in een positie waarbij we niet weten wie we zijn. We zitten allemaal onder een deken. En we weten niet, zijn we manneke, vrouwke, rijk, arm, zwart, groen, we weten het niet. En vanuit die original position, onder ons deken, maken we regels. Want nu zegt Rawls, dat gaan rechtvaardige regels zijn. Die gaan universeel, omkeerbaar en onpartijdig zijn. Wel nu, ethisch handelen is onlosmakelijk verbonden met dit principiële niveau. Het niveau van de ethische universele rechtvaardigheid. 2 van mijn favorieten nog, Michael Sandel, een fantastisch boek over justice, maar de tijd gaat veel te snel. Het is tijd voor een entr'acte, een intermezzo.